Goedendag, kijk naar de hier van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven Nederland, maar er zitten ook opklaringen tussen. Bredere opklaringen zijn op de Noordzee zichtbaar. Uit de wolking viel vooral in het noordoosten een enkel buitje. Dat kan ook vanavond nog gebeuren. Temperaturen liggen halverwege de avond rond de 14 graden. De wind waait aan zee nog steeds stevig met winkel 5 à 6. Komende nacht neemt vanuit het westen de buigheid toe. Het uh, gaat niet heel hard regenen, maar er komen gewoon meer buien van west en die breiden zich uit naar het oosten. En daar hebben we ook morgen overdag mee te maken. Het is wisselend bewolkt met van tijd tot tijd buien en de zon heeft het morgen wat moeilijker dan vandaag. Temperaturen 15 tot 17 graden. Zaterdag vallen de buitjes vooral in de ochtenduren. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en gaat de zon vaker schijnen. De temperatuur gaat dan iets omhoog. Zondag wordt het zelfs 20 graden, maar later op de dag neemt de kans op regen weer toe, en ook maandag moeten we rekening houden met enkele buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl